De geschrapte buslijn in het zuidelijke deel van Leusden Centrum komt niet terug. En de Leusdense politiek baalt ervan. De provincie maakte vorige week het nieuwe vervoersplan bekend. En ondanks de lobby van Leusden blijft de buslijn definitief geschrapt. Wethouder Van Beurden vindt het vooral jammer dat dit besluit is genomen, terwijl er nog een onderzoek loopt naar de haalbaarheid van een extra buslijn. Nou ja, de politieke agenda van Leusden overheerst natuurlijk teleurstelling en ook een gevoel van ja, nou staan we met lege handen. Tegelijkertijd zien we ook dat de provincie voor het eerst een handreiking doet. En dan vinden we het ook goed hè, dat we daar het gesprek over aangaan. Want we moeten met elkaar in de gaten blijven houden dat het gaat om onze inwoners. Met die handreiking doelt de wethouder op het aanbod om een pilot te starten met een extra buslijn tussen Leusden Centrum Zuid en Amersfoort. Maar zo'n tijdelijke lijn moet volgens hem dan wel aan bepaalde eisen voldoen. Zo is 1 busrit per uur te weinig. Nog dit najaar moeten alle toegangspoortjes op de grootste stations dicht. Dat wil de NS. Deze week is een test in Amsterdam. Utrecht en Den Haag volgen daarna. Reizigers hebben een OV-chipkaart met genoeg saldo nodig om op de perrons en bij de winkels te komen. En dus ook om iemand uit te zwaaien. Binnen een uur kunnen mensen kosteloos weer uitchecken. Als de poortjes op de stations in de grote steden dicht zijn, moet ruim 90% van alle reizigers een poortje passeren. Volgens NS komt dit de veiligheid ten goede. Met de dramafilm Tulipani begint vandaag het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Het is de 37e keer dat het filmfestival wordt gehouden. Tot en met volgende week vrijdag staan de bioscopen in de stad in het teken van premières, lezingen van filmmakers en natuurlijk de uitreiking van de Gouden Kalveren. De festivaldirecteur is blij dat het weer gaat beginnen na de lange voorbereidingen. Nou ja, goed beschouwd een jaar als je het allemaal bij elkaar optelt. Het bouwen zelf is wat korter, hè, 2 weken van tevoren. Maar het programma samenstellen, afspraken met distributeurs maken, met makers, daar ben je wel een jaar mee bezig. Ja. De Gouden Kalveren worden op de slotdag uitgereikt in de stad Schouwburg. In Harmelen is vannacht een auto uitgebrand. Een voorbijganger zag even na middernacht dat een Audi in brand stond bij de oprit naar de A12. De auto had geen kentekenplaten en was niet meer te redden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Er wordt onderzocht of het om brandstichting gaat. En of er een verband is met de zogenoemde Audi-bende, een groep plofkrakers uit onder meer Utrecht, is niet duidelijk. Op de graat van Roggeweg in Utrecht is gisteravond een zwaar ongeluk gebeurd. Een auto botste op een boom langs de weg en vatte daarna vlam. De brandweer werd opgeroepen, maar uiteindelijk was het vuur snel uit. De bestuurder kwam er met lichte verwondingen vanaf. Een deel van de straat werd tijdelijk afgezet door de politie. Het tekort aan studentenkamers in Utrecht wordt de komende jaren grotendeels opgelost. Dat belooft de verantwoordelijk wethouder. Volgens wethouder Jansen komen er in 2021 ruim 4000 woningen bij. De afgelopen jaren is er minder vraag naar kamers omdat de studiebeurs is afgeschaft. En daardoor kan het tekort worden ingehaald. Ondanks minder vraag van Nederlandse studenten neemt het aantal internationale studenten wel steeds meer toe. In totaal wonen er ruim 30.000 studenten in de stad. De voetballers van GVVV hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB-beker. De tweede divisionist uit Veenendaal wist FC Dordrecht met 1-0 te verslaan. Die ploeg speelt in de Jupiler League. Trainer Niek Oosterlee heeft wel een voorkeur voor een club in de volgende ronde. Ik ben een Feyenoord supporter, dus ik zou wel een keer graag tegen Feyenoord willen spelen. Ja. Waar dan? Hier of in de Kuip? Nou, dat maakt me niet zoveel uit. Kijk, de Kuip is natuurlijk verreweg het mooiste. Maar goed, dat is natuurlijk dat is leuk als je zo'n grote tegenstander loopt. En deze week komen nog meer clubs uit de regio in actie in het bekertoernooi. Vanavond speelt FC Utrecht tegen de amateurs van Ajax, die 4 klassen lager spelen. En gisteren trainde FC Utrecht achter gesloten deuren, want trainer Erik ten Hag had, na de flop tegen FC Twente van afgelopen zondag, een boel te doen waar wij geen getuigen van mochten zijn. Nou, praten, trainen, van beide wat. Er was genoeg te praten, denk ik, na zondag. Ja, dat is duidelijk. En als je er zo afgaat. Zondag was pijnlijk, zacht gezegd, denk ik. Dus dan is het fijn dat er heel snel weer een wedstrijd volgt om die nare smaak weg te spoelen. En ja, tegelijkertijd weet je dat het bekertoernooi kosten weg is naar Europa. En we hebben afgelopen weken eraan mogen ruiken. En dat wil je weer, denk ik. In de beker verliezen tegen amateurs, dat mag niet. Dat is een afgang. Deze wedstrijd moet je winnen. Ja, dat is duidelijk. We weten dat wij voor die opdracht staan.
En jouw spelers zijn er ook van doordrongen? Dat moet je aan ze vragen, maar belangrijker is nog, zeggen is één. En dat zullen ze allemaal voor de camera gaan zeggen. Maar het gaat erom, als je morgen om 7:45 aftrapt, dat je klaar bent en dat je het laat zien. En dat je zorgt dat je in de koker komt. De wedstrijd wordt om 7:45 afgetrapt in de arena. Dan krijgt u nog het weer. Er zijn perioden met zon en het blijft nagenoeg overal droog. Het wordt zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht verschijnen er steeds meer wolkenvelden. Het koelt dan af tot 1 graad of 10. Tot zover uw nieuws. Kijk voor meer nieuws uit de regio op onze app of op de website rtvutrecht.nl.